matroze komt binnen en die komt op mij af en die zegt tegen mij... Waar is die toe naar jou? Ah, lach maar, jullie zijn normaal, hè? Die gozer zegt tegen mij, ik doe maar dan. Dus ik zeg, dat is al de derde keer, joh, ga zitten. En die gozer gaat zitten en die zegt tegen mij, hoe heet je? En ik zei, Harry, want om nou direct te gaan liegen tegen iemand met een hazel, dat vind ik zwaar onder de maat. Dus ik zei, Harry, ik zeg tegen hem, hoe heet jij? En hij zegt, ik heet Willem. Ik zeg, nou leuk, Willem. Hij zegt tegen mij tegen Harry, wil je wat van me gebruiken? Zeg het maar, een bakje pleur, een kanootje of zo. Ik zeg, dan ga je maar een kano. Ik zeg, het gaat hard met die kleren dingen hier zo. Dus die Willem die zegt, Nick, twee bakjes pleur en twee kano's. En vlug een beetje geen hengst krijgen. Dus wij krijgen die kano's en die koor. En ik zeg tegen die Willem, ik zeg, wat doe jij nou? En hij zegt, het liefst zo weinig mogelijk. Dus ik zeg, oh, je bent uitkeringsgerechtigde. Dan meen ik niet, ik loop in de steun. Ik zeg, nou, dat is geen vetpot, hè, Willem? Geen vetpot, die steun. Het man afval van mij, Harry, ik heb er een eigen bedrijfje mee. Zwacht, eigen bedrijf, zwacht. Heb je er wat op tegen, Harry? Zwacht? Ik zeg, wel, nee, jongen. Ik zeg, wat voor bedrijf? En dan val ik dus aan, Harry, wat voor bedrijf die ik heb. Ik ben 3 jaar geleden begonnen. Toen heb ik een bakfiets gejat. Je moet ergens beginnen. En met die bakfiets rij ik langs de mensen en haal ik arme kanker, zou je. Dus ik zal maar zeggen, arme ijskwastjes. Arme stofzuigers. En die arme van die, hoe heette die ook alweer? Dick? En ome Dick die zei, sapcentrifuges. Weer een nieuwe ijskast. Of van 3 arme stofzuigertjes een nieuwe stofzuiger. Of van 3 zon. Terwijl lijkt me geinig beroep. Technisch beroep moet je goed je kop bijhouden. Ja, maar nou klopt, jongen. Ik heb laatst eens een keer een stofzuigermotortje in een ijskast gezet. Toen heb ik de stekker erin gedaan, kreeg de deur niet meer open. Hè? Je moet dan even denken. Ik zeg, god. Ik zeg, nou, ik zeg een leuk bedrijf voor Willem. Ik zeg, geinig verhaal. Hij zegt, moet nog niet afgelopen. Ik zeg, oh. En dan laat was ik namelijk mijn hele bedrijf 2 dagen kwijt. Ik zeg, ik ken nooit een bedrijf 2 dagen kwijt zijn. Echt waar. Ik zeg, dat zal ik je uitleggen. Hè. Ik reed op een mooie dag rijd met die bankfiets. Rijd langs de Van der Vennelaan, zo, hier in Haag. Hè. En ik zie ineens in de vecht een agent staan. Met zo'n bek van die bakfiets ga ik eens even lekker aanhalen. Weet je wat? En ik was net lekker aan het zingen. Zo, ik ben zo blij dat mijn neus van voren zit en niet op zeggen. Beetje stangen, weet je wat? En ik denk, daar heb je hem, zeg. Dus ik controleer razendsnel die bakfiets, jongen. En alles klopte, Harry. Alles. Ik zeg, ja, echt waar? Ja, ik had een wit achterlap op. Weet je wat? En die witte, en die reflectoren door mijn trappers en van die kerstboomverlichting door mijn wielen. Afijn, alles wat je tegenwoordig nodig hebt om überhaupt nog te kennen fietsen. Hè? Dus ik zat goed. Ik zei, ja, dan zat je goed, hè. Dus ik kom bij die agent dan. Ik denk, ik ken maar geen vlek aan gemuren. Ik zei, nee. Dus ik pep hoog in. Ik zei, wat zei je dan? Ik zeg tegen die gozer, morgen kloot van jou. Ik zeg, wat zei die gozer? De gozer zei niks. Die begonnen ze gek te controleren, jongen. Hij om die bakfiets heen loopt, maar alles klopt, jongen. Dus hij had zo'n rondje gemaakt. Voor de zekerheid begon hij aan het tweede rondje. Ik zeg, nou, dat kan een goede tijd worden, jongen. Was ook zo'n jong agentje, weet je, zo'n mager agentje. Maar het is goed dat hij oren had, anders had hij pet hier al. En ik denk, een beetje stangen die gozer. Dus ik zeg, weet je moeder wel dat je met de politie zit, jongen?
Ik zei dat toen. Toen zegt die kloot Fio opeens, hè, tegen mij. Niet tegen mij. Hen, ja. Dus ik zeg, logisch natuurlijk, hè. Ik zeg, wat zei die gozer? Die gozer zegt tegen mij, heb je net. Ik zei, nou, sorry Willem, ik kan het echt niet verstaan, het spijt me. En Willem zei, je neemt het toch niet in de maling, hè? Al zal ik je een cursus hazenlip lezen geven. Ik zei, echt niet Willem, ik versta het gewoon niet. Een behandeling om de venten. Een tentenhulling. Oh, een ventvergunning. Ik zeg, heb je die nodig dan? Ja, anders vraagt die kloot weer over, jong. Ik zeg, had je er een? Nee. En toen nam hij alles in beslag, hè. Als ik alles kreeg, mijn bakfiets stond er. Ik zeg, en toen? Nou, dan ik de volgende dag naar het snaphuis een ventvergunning ophalen. Hè. Dus ik stond de volgende dag in de rij. Rij 12, weet je wel, een loket van vergunningen. Ik sta er in de rij, het is allemaal klootzakken. En het duurde lang, jongen, het duurde lang, 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 lang. Dus ik zeg tegen mezelf, Willem, oh, wat? Wat, het gaat om een hit. Dus niet als je aan de beurt bent meteen schelden of slaan. Wat dan? Ik zeg, wat gebeurde er dan? Ik mocht aan de beurt hangen en ik zeg, heel relaxed. Heel relaxed. En dan op met die vergunning. Niet van haar. Alleen maar op met die vergunning. Ik zeg, je krijgt hem zeker meteen. Nee. Nee. Weet je wat die vent tegen mij zegt? Ik zeg, ik heb geen flauw idee. Die zegt tegen mij, om een vergunning te krijgen, moet u een gebrek hebben. Wat is een gebrek? Ik zeg, wat zei jij toen, Willem? Hij zegt, ik denk tegen die gozer, nou, Adjama weet ik wel, want jij bent doof. Zeg, en toen, dan die gozer scherpt op, één hazenlip. Punt. Zeg, en toen? Toen zegt die gozer tegen mij, wat heb je nog meer? Ik zeg, vuile sadist, ik vind wel willetjes zo, zeg. Ik zeg, en toen? Toen zegt die gozer, dan krijgt u geen witteling. Ik zeg, hoe kan dat dan? Je kreeg alleen maar een netvergunning als je een zwak hart had of een open rug. Ik zeg tegen die vent, leg mij dan eens uit hoe je een vogelaar je bakvies tegen een brug omhoog krijgt met een zwak hart of een open rug, man. Die mensen moeten een nest in allemaal. Wij hebben die vergunningen nodig, jongen. Ik zeg, kreeg je hem toen? Nee, nog steeds niet. Ik zeg, dus toen ben je weggegaan. Nee. Nee, en er stond weer zo'n jong ambtenaartje achter die toonbank. Hè? Nou, zo'n jong gozertje. Met zo'n modern rood jasje. Ken je dat? Met zo'n hersbladeren dasje ertussen. Dus ik trek zo. Hup! Dat berkenboompje er zo overheen. En ik zeg, en nou op met die vergunning. Anders geef je een klap op je slotfabriek. Hè? Dat je hier morgen ook in de rest hebt voor een vergunning hoor. Waar de Zij kreeg je hem toen? Nee, nog niet. Toen heb ik zijn brilletje eraf gehaald, daar heb ik zo'n racefietsje van gemaakt, weet je wel. Ik zeg, en toen? Toen kwam de politie. Ik zeg, dus toen heb je vastgezeten. Ja, joh, 2 dagen vastgezeten. Maar ja, daarna, ik zeg, maar dan ben je je hele bedrijf toch kwijt? En dan, nee, weinig kans. Een neef van mij, die heeft een zwak hart. En die is voor mij die vergunning gaan ophalen. Belachelijk, hè? Belachelijk. Ik moest hem terugrijden voor op de bakfiets. Hij haalde het niet eens meer. Hij krijgt die vergunning wel en ik niet. Dat belachelijk. Ik zei, nou Willem, dat klopt inderdaad niet. Ik zeg, schijnig verhaal. En Willem die zei, nog wel gelopen. Ik zeg, hoezo? En die agent heb ik ook nog eens een keer teruggepakt. Die kleren, die kloot van jou. Nee, man. Ik zeg, dat vind ik altijd leuke verhalen, agenten terugpakken. Ik zeg, hoe ging dat dan? Hij zegt, hoi, ik sta op de kleuterderf met Prinsjesdag. Op de kleuterderf hier zo. En ik zie in de vechten de gave koets aankomen. En ineens zie ik die kloot van jou, zeg. Meneer zat op een paard. Heel nuffig zo. Nou. En ik denk, nou grijp ik hem. Waar iedereen mee is. Ik zeg, maar er staan toch hekken voor? Je kan er... Nee, verbaal, Harry. Ik zeg, wat heb je dan gedaan? Ik heb mijn handen aan mijn mond gezet. En gezegd, die lul die op dat paard zit, die hoort eronder te hangen. Ja.
paardschamel zijn er lazen. Ik zei, de mensen hebben zeker wel gelachen toen. Hij zei, maar heel eventjes mij omhalen, want op een gegeven moment gaat toch alle aandacht naar zo'n vader Koens, dus iedereen begon te zwaaien naar Beatrix. Dus ik daar als een gek de kamer. Net te laat, zeg. Een kraak, zegt die hond. Zeg, weg die kano van Willem weg, zeg. En Willem die zit daar met dat witte bordje, met die kruimeltjes er zo op. En die zegt tegen ouwe Dick, waar maal ik van? Waar maal ik goed van, jongen? Die vuile pokkenhond, die heeft mijn kano nog vergeten, jongen. En oom Dix zegt, jongen, jij komt hier al lang genoeg in deze tent om te weten dat je hier geen Beatrix kan zeggen. Gewoon kaakjes weg van oom Dix. En toen staat die Willem op en die zegt, ik wil van nu een gratis nieuwe kano. Of ik schop die hele keten in elkaar, zeg. En die heeft een stoel te pakken, die Willem zegt, en die wil net gaan slaan. En op net op tijd zegt oom Dix, wijzend op die Willem tegen die hond, Beatrix, Beatrix. En die hond vliegt die Willem aan, zeg. En die Willem die zegt nog net op tijd, Hitler. Hond zitten. En zij schelden op elkaar, joh. Beatrix, Beatrix, hit maar. En die hond die werd helemaal gek, jongen. Die wist niet meer wat hij moest doen. En ze stonden, Willem die ging weg, buiten stonden ze nog op elkaar te schelden. Hij zei, je komt hier geen neuk meer in. Beatrix, Beatrix, Beatrix. En hij stond buiten van, dan hoeven we ook niet meer ook. Hitler. Okay. En Willem die staat daar Hitler te roepen tegen die hond. Komt er een agent voorbij. Die zegt tegen Willem, wilt u eens goed luisteren, meneer, dat is toch schending van de openbare orde wat u hier loopt te doen, hoor. Wilt u daar eens mee ophouden? En Willem zegt, moet je nou luisteren, kleut van jou. Dat komt vanwege die Hitler. Die agent is de laatste keer geweest, jongen, dat pik ik niet van je, jongen. Hij zegt, moet je nou goed luisteren, dat komt als ik die hond niet... Hitler. Willem gearresteerd, zegt door die agent. Maar ja, gelukkig was het een ouderwetse agent en die arresteerde die Willem in naam van de koningin. Dus die hond vliegt die agent aan, zeg. Koppel eraf, pet weg, jongen. En wij allemaal naar buiten. Hitler. Maar die hond was door het dolle heen. Kwam ook door Willem. Die liep er zo tussendoor. Beatrix. En toen kwam ik bij die Willem. En ik zei, ik vind jou zo'n leuke gozer, joh. Ik zei, je bent die hele kermis begonnen hier zo. Ik zeg, zou je niet eens lekker rustig op je bakfietsje naar huis gaan, jongen? Ik zei, dadelijk krijgt die agent op versterking. Kom er twee bij. En Willem die zei, dan blijf ik op wachten. Ik zeg, waarom nou? Hij dacht, die hond loopt nu, joh. Allemaal, ga dan, joh. Ik zeg, wat heb jij daar nou aan? En toen zei Willem, nou, Harry, dat moet jij niet zeggen. Misschien kan ik van drie armen nog een nieuw in elkaar zetten.